hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 27 september van het jaartal 2018. Mijn naam is Karen van der Werf. En ik ben Roderick Staalman. En wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Een hele goede middag allemaal. Ja, ik ben nou net ongeveer 20 minuten thuis of zo. Ja, zo ongeveer. Plus minus. Hij is er ook weer? Ja. Ja. Ik ben er ook weer. Jij ook? Ja, joh. Oh. Kijk, en dan, nou, nu heb je hem weer te dicht. Wat zie je dan? Kijk. Hier, dan. Jawel. Wakker hier. Dan zie je het heus wel. Moeilijk. Ja. En dan kan je lekker praten met de mensen thuis. Oké, okay. Wat scheelt hier? Mensen buiten, als ze buiten kijken, kunnen we buiten tegen ze praten. Ja. Ook leuk. Maar goed, vanuit school, wat nou weer? En bruine. Vreten kreng. Ja, ja. Dat is aan jou gegeven. Uit school eventjes naar de vereniging gereden. Kom maar. Want een deur zat te haperen. Rechtdoor, rechtdoor. Ik wil een pakketje hebben. Hema. Nee, hier komt iemand van de pakkettendienst volgens mij. De DHL. Van Dul. Hou jij eens vast? Van de DHL. Ik wil ook nog wat hebben en niet dat jij alles weer eruit gaat vissen. Mijn nootjes. Die oranje zijn lekker. Ga je zo zien. Die zijn er niet meer. Die oranje waren lekker. Welke? Die er niet meer zijn. Helemaal opgegeten. Ja. Maar wat heb jij nog allemaal te vertellen? Nou, ik ben dus met school naar huis gereden. Ja. Een schroevendraaierset gepakt. Want ik kreeg gisteren een mailtje van de deur bij mij gaat niet meer open, je moet hem duwen. Het zijn van die extra deuren, die moet je niet duwen. Die moet je gewoon een sleuteltje omdraaien. Moet open gaan. Dus ik heb gisteren gekeken. En toen bleek er iets uit de dood geduwd te zijn, geslagen, geschopt. Dus dan denk ik, van nou, ik maak er een fotootje van. Ja. En gaan we dat zo snel mogelijk oplossen. Nu staat je pakketje voor de deur. Heb ik een pakketje, Radin? In feite moet ik hem terugsturen. Hè? Wat? Hij staat op nummer 6. Hè? Huh? Karin Werf, ja, die woont hier binnen, joh. Ja, wat kan ik kijken? Ja, ja. Ik denk dat het een foutje van mij, denk ik. Dat ze de 9 zijn vergeten. Ja, ik denk het wel, ja. Moet ik tekenen of niet? Nee, is er 1. Nee, ik heb 2 besteld. Nee, je hebt er 1. Dat is mooi. Staat ook op het collie even 1. Mooi, zo. Nee. Nee. Dames, nee. Nee, dames. Nee. Wat? Nummer 6. Ja, ja, nummer 6. Ja, is leuk. Ja, officieel moet je mij terugsturen. Officieel. Ja, officieel, maar je weet wie het is. Hè, buurman? Ja, zie je me. Je morgen weer. Hey, dank je. Doei. Hoi. Ja, en dat was dus een pakketje, maar hij is loodzwaar! Hij is lood! Hij is lood, schat! Ja? Hij is loodzwaar! Wil ik hem even vertellen dan? Ja, graag! Ja, heb ik al! Dat is toch maar neer. Nou, kom maar! Dat is maar neer.
Heb ik al. Ja, gewoon laten staan. Ik het gaan. Okay. Ja, en dan hou jij deze vast. Dankjewel. Ja. Nee, ik moet geen schaar hebben, schat. Wat wil je dan? Een lijmtang. Nee, Ro, ik heb altijd hier al ergens een briefopener. Kijk, deze. Oké. Okay. Ik heb pakketjes mee openen, dat scheelt. Rats. Een knutseldoos, dat is leuk. Nee, voor jou. Eigenlijk moet je hem terugsturen. Het is niet voor jou, dat is niet. En 6 bestaat niet in deze wijk. Nee, overkant. Nee, ook niet. Leuk. Deze is leuk, hè? Hé, hey, hele dikke. Dat is lekker. En lekker op licht. In de vrije natuur. Wat is dat nou weer? Dan bestel bij Hema.com. Hè? Dat heb je al besteld bij de Hema.com. Dat heb ik jou gisteren nog laten zien. Nee. Wel? Nee. Wel? Ik heb helemaal niks laten zien. Laat me nooit wat zien. Ja, wel. Even zeer een neus. Oké, vertel. Mag ik nou wel even een schaar? Ja, natuurlijk mag ik een schaar. Als ik niet kracht aan wil, ja, oké. Niet meer nodig. Nee. Handig. Vast, hè, Hema? Zo. Dit is de allereerste keer dat ik heb nu wat besteld bij de Hema. We worden er trouwens nu voor gesponsord. Ik ben nog hier om dat te melden. Ik heb dus zelf betaald. Oh, het zijn er twee. Ja. Oh, ja. Even wat anders. Ik heb er twee besteld. Ja, oké. Okay. Wat zijn deze dingen? Ik dacht even dat je twee pakketjes ging krijgen. Vliegende schotels. Nee, gewoon even. Geen vliegende schotels. Je kunt ook even... etalage, een etag, ja, weet ik veel. Ronde... Hier en hier kun je de staat op doen. Of cakejes of wat dan ook. Ja, een cakestand. Een etagiaire rond drie lagen. Oké. Okay. Een cakestand, ja. Het is net taart, hoe het... standaard met drie lagen. Met een houdertje. Een vasthouder. En twee stuk. Dus die heb ik besteld gisteren. Die hebben we binnen. Dus... Hoe ga je dat in de doos opbergen? Moet ik even zo kijken. Ja, mooi. Wij hebben dus onder andere deze. Ja, spiegelsetje. Ja, die hebben we gekocht. Leuk. Een banner, 60 centimeter. Oeh, knalletjes. Ja, maar nou moeten we er nog wel wat halen voor de hummeltjes en voor Ellen. En voor Rijk is brand. Ja, zo. Een leuke naam hoor, hebben jullie verzonnen voor op YouTube. You, de mijne. Echt. En dan voor de bento's, want dan kunnen... en ook voor de dames, want dan kunnen ze namelijk... hè? Ja. Nou, en voor de vloggetjes. Voor de auto. Oh, de vloggetjes. Leuk. Hier. Hartjes. Van Salmiak. Daar kan. Yep. Nog één. Hoeveel heb je er? 1, 2, 3, 4. 4 zakjes van de salmiak. En 4 hartjes met fruit. Zo blijf je aan het herindelen. Onze ringen, maar die blijven nog lekker geheim. Ja. Nieuwkeur. Nu weet je tenminste wat er in het doosje zit. Jij wel. Vorige keer zei je dat niet. Ja, dat is mooi. Geheim. Geheim.
Deze gaan we ook zondag weer maken, wat meer. Mag je echt doen. En dan ga ik de doos doen. Je had er 17, hè, van. Ja, maar ik wil er nog meer maken. Nog meer, oké. Okay. Ja, joh. De? Ja, is leuk. Wil ik er nog meer maken, hoor, 4 euro. Is goed. Calligrafie set. Schoonschrift voor de mensen. En voor de mensen die het niet begrijpen, wat is dat? Schoonschrift, netjes schrijven, speciaal krullerig schrift, zeg maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 keer, 6 maal, 20 keer. 60 keer, 20 vlaggetjes. 120 vlaggetjes door de hele zaal. Is leuk, denk ik toch. Pennen om iets op te schrijven. Ja, precies. Iets mee te schrijven. Hartjes. Ja, ik heb ruimte tekort hier momenteel. Ja. Heb ik hier wel. Bah. Oh, nou, dan moet ik die even plakken. Oké. Okay. Ballonnetjes. Ballonnetjes. Ook heel veel. 10 keer 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. 60 keer. Ja, 60 keer ballonnetjes. Ons mooie gastenboek. Heel mooi. Nee, dat zeg ik niet. Jongens. Nee. Gewoon daaraan die komt. Juist. Sofetja. Mooi. We hebben 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 keer. Ja. 20 stuks. Ik vind het. Oh ja, Harriet heeft ook aan de kaarten binnen. Ja. Vandaag binnengekregen. Ja. Deze kan hier al wachten. Tule. Ja. En een andere naam ervoor. Organza. Merit, twee dukjes. Leuk. Hebben we deze nog? Ja. Daar drie van. 12, ja. En houten hartjes. Geen idee hoeveel het hout is. Dacht het hout ook. Onze tandenstokers. Ja, Alex prikhartjes. Nog meer theelichtjes. Nog meer prikhartjes. Confetti! Leuk. En hier heb ik nog wat speciaals. En deze is bedoeld dus op tafel neer te. En dan gaan deze dus erin. En het lijkt alsof er heel veel meer zijn dan hier. Dat is leuk. Oké, hoe ga ik dit inderdaad aanpakken? Dus ik doe de blip, tup, 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 tup. Ga je eens even aan de andere kant staan of zo, of weet ik veel wat? Dit even uit beeld is juist, zo. Eerst dan gaan we kijken wat jij in de doos hebt.
Dan had ik alles al er weer in. Eén dingetje nog niet, voor je moeder. Ja, maar die moet ik even opsturen. Oké. Okay. Toen had ik alles erin. Je hebt er nu wat bij gedaan en de doos lijkt leger. Hoe doen we dat? Hi, Mop. Hey. Hi. Hi. Hoe gaat het? Mop. Ja. Druk. Kan het nog even blijven liggen? Ja hoor. Wil je nog even, gewoon even een klein blokje mee met hondjes? Want dat red je nog wel. Om 5 uur op de zaak zijn. Hoezo, 5 uur? Zijn die gisteren? Ja. Dat en dat. Zeg. Huh? 5 uur? Ja. Wat? 5 uur. Ik ga mijn dingen uitleggen. Oh, hmm. Nou, nee. Ik wil wel heel graag een blokje lopen met hondjes en met jou. Nee, niet. Gaat niet lukken. Dan zeg. Je kan snel fietsen, jij. Ja, maar niet zo snel. Sorry, maar... Niks om schrikken. Vanavond, ja, Ik moet morgen ook weer op tijd. En ik had eigenlijk voor zaterdag wat in de planning, maar ik weet niet of het nog door allemaal gaat. Ja, want ik kan niet kijken op je rooster. Ik ook niet. Ik kijk op jouw rooster. Nee, op jouw rooster van PostNL. Ja, okay. Ik kan niet kijken of het goed is gekeurd, ja of nee. Dat weet ik ook niet. Maar het is goed gekeurd. Heb je nou weer uitgesproken? Onder mijn medeweten en toestemming. Dat is altijd, hè? Achter mijn rug dingen omdoen. Natuurlijk. Dat is mooi. Net als jij. Om het weekend een beetje rust. Hadden we afgesproken? Ja. Hadden we afgesproken? Ja, omdat ik heb even rust. Ja. Maar niet zoveel rust. Je te rustig. Nee. Nee. Jammer, hè? We zien het wel. We zien het wel, ja? Ja. Is goed. Wat ik ga eten, weet ik niet. Is lekkers. Ja. Ik denk dat ik straks even wat ga bestellen. Weet je? Nee, en niet bij Jim. Nee. Ik heb eigenlijk gewoon zin in sperrups, maar... Ja, dat weet ik en dat ik dat dan doe. Ik vind de twee dames het leuk om met elkaar te doen. Je biedt er in die poot van de. Kluiven en terugpakken. Oh. Terugkluiven. Het interesseert er ook echt helemaal niks ook, hè? Nee. Ik wil mijn kluif. Ah, ja. Dat klopt. Ook een karton gemaakt en een stukje metaal zo te zien. Met dit. En de ijzer is heet. Komt een duim zeggen. Yep. Dat dacht ik al. Zo. Dat is netjes, hè? Dankjewel, mijn darling, dat het er netjes uitziet. Het zijn wel twee verschillende kleuren. Blauw, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Dat die mooi wordt, dat die mooi wordt. Met hier deel 2. Ja, dat moet ik nog doen, inderdaad. Zover ben ik nog niet. Oh, oké. Okay. Okay. Kijk, ik ga jou even mooi maken. Nou goed. Kijk, dit is de hele klos met lint.
En die moet ik eerst even oprollen voordat ik verder kan. Ja, ik kan wel verder. Ja, maar ja, niet goed. Hè? Rollen is handig, of niet? Moet ik even oprollen? Nee, het hoeft eigenlijk ook wel niet hoor. Ja. Een hele goede avond. Hij is er ook weer. Ja, ik ben er. Hij hier. Hier, kijk, hap. 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 Nee, dat moet ik wel goed doen. Auw. Ja, nou, hij is dus weer terug. Hij, mijn aanstaande gek. Hij, idioot. Mafkees. Mafklapper. De. I don't know. Geen idee. Die is dus weer thuis. Van zijn werk. Ja. En dat hij dus weer traag thuis kwam. Dat hebben jullie weer een beetje gezien. Was ik dus ook aan het werk. Met zon. Ik heb alleen heel wat af. Ja. Ja. Alles goed. Nu wel. Wat? Alle pakketjes zijn weg van de post. Yeah, dikke duim voor hem. Ja, bij deze slaat ik, we, hij, zij, gij, ik, we, onze vlog af. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een duim omhoog. Abonneer even op ons kanaal, want als je dat hebt gedaan, dan kun je ook gelijk het belletje aan klikken. Want dan blijf je sowieso overal van op de hoogte. En dan kun je ook, en laat ook sowieso even een leuke reactie achter. Net zoals alle anderen die jou misschien voorgingen. Hé, hey, dankjewel en tot morgen. Doei! Doei!